We gaan een Genius Sender inleren op de Y Pro universele ontvanger. Daarvoor zetten we eerst door middel van het P-knopje. Gaan we aan het betreffende ledje kunnen zien welk relais geprogrammeerd gaat worden. Ik druk één keer voor lampje 1. Dus ledje 1. Dan ga ik knopje 1 inleren. Nu is hij ingeleerd. Dan gaat hij twee keer knipperen, want hij vraagt om een sheetcode voor de rolling code. Dan ga ik nu de zender in de leermodus zetten. Dus beide knopjes ingedrukt houden. Dat hij gaat knipperen. Knopje drukken. Gingen alle vier branden. Dan gaat ledje 3 twee keer knipperen. En nu zou dat lampje, kijk, dan schakelt hij. Oké, dat was hem.